Er zijn nieuwe petrol truien binnen en dit is met die turtle kool, dus dat is een enkele kool zeg maar. Die zou je, ik ga het even proberen, ook nog eventueel naar binnen kunnen slaan. Dan heb je een hele, ja, een opstaand boordje zeg maar, maar dat ziet er eigenlijk ook wel heel leuk uit. Voor degenen die dat niet fijn vinden als er een kolletje aan zit, is dit wel een hele goede oplossing. Maar goed, ik doe hem weer gewoon omhoog. Hij zit lekker los, dus je hebt er ook geen last van. En dan vind ik het heel mooi dat die kabel er overheen gebreid zit. Er zit hier net een pluisje. En dan onder zijn ze rond, rond splitje. En achter lopen ze over de billen heen. Eén maat is het en het is een viscose mix met polyamide en modaal. Dat is eigenlijk mijn lievelingsmix. Iedereen kan er ook tegen. Dat voelt heel fijn, dat is lekker warm. Er zit geen wol in, maar ondanks dat zou ik hem wel op een wolwas koud 20 of 30 graden wassen. Dan blijft al dat gebreid spul echt het mooist. Nou heb ik hem gecombineerd met de ITA 5 Pocket Ecru. Dat vind ik altijd een hele fijne broek. Juist ook in de winter. En zeker met een donkerdere trui erop haalt dat wel op. Maar ik vind hem ook, en ik twijfel wat ik het mooiste vind. Ik vind het denk ik allebei heel goed. We gaan hem dadelijk ook nog even op de foto zetten met een zwarte broek erbij. Dan heb ik hier die leatherlook even gepakt. Kun je het alvast een klein beetje zien. He, want dat petrol met zwart, dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Maar goed, daar maken we dadelijk nog wel foto's van. Dan kun je zelf kijken waar je het leukst vindt. Die truien zijn één maat. Ik heb maat 38. En je kunt ze sowieso dragen tot en met maat 42. Dan heb ik die beige broek, die ITA Ecru. We noemen hem echt, want het is heel licht beige. Dat is een hele fijne broek. Er zit veel stretch in. Een naadje hier en hier is gemaakt op een vrouwenlichaam, ook ruimte voor een buikje. Ze gaan van maat 34 tot en met 42. Ze vallen goed op maat. Ik heb gewoon de M aan en dan hou ik plaats over voor een buikje. Betwijfel tussen twee maten, kun je de kleinste pakken, maar doe dat alleen als je rechte heupen en platte billen hebt. Vaak heb je dan bij de buik net wat meer ruimte nodig en op de benen ben je dan wat smaller. Heb je ronde heupen en ronde billen, zou ik gewoon de maat pakken die ik normaal ook heb. Anders dan gaat hij in de breedte uitrekken, dan wordt hij lager. En nou zit hij heel fijn in de holte van je rug. En anders krijg je altijd, als je hem dan strak pakt, wordt hij breder. Dan gaat hij in het midden schuin naar beneden. Als je gaat zitten, wordt hij lager. Dat zit niet eens fijner. Maar je lijkt dan ook een dikkere kont te hebben. Ja, dat wil ik dan weer niet natuurlijk. Werk gewoon altijd met de riem, want het is een stretchbroek. En doe de riem dan niet te strak, zodat je geen rolletje gaat creëren, maar dat het gewoon net strak genoeg zit. Dan zitten de broeken, dat geldt voor elke broek, altijd het mooist. Het is ongeveer een lengtemaat 32 en ze zijn 49,95. Nou, ik vind de combi zo heel mooi met die cognackleurige laarzen dan weer erbij. Er zit een rits in aan de binnenkant, een blokhak. En deze die heet Highland Esther. Maat 36 tot en met 41. Ik weet niet of alle maten er nog zijn, maar daar zou je kunnen kijken. Ook dat gespje opzij heel mooi eraan. En het is eigenlijk een tijdloos model. Dat komt elk jaar weer terug. En ik vind het een hele nette laars. En je kunt hem eigenlijk niet missen. 59,95. Dus dat is ook nog eens een heel mooi prijsje. Ik ga nog foto's maken. Helemaal met die zwarte broek en zwarte laarzen. Dus dan kun je zien waar je het mooiste vindt. Het is in ieder geval een trui die de moeite waard is. En die we in meerdere kleuren op onze website hebben staan. En je kunt het allemaal bestellen op baboe.nl.